Wat? Lego en Fortnite samen? Ik vond Fortnite vroeger altijd best leuk. En ik vind Lego fantastisch. Dus dit wil ik proberen. In aflevering 1 bouwen we hutten. Maken we nieuwe vrienden. En leidt een vreemd geluid en deze regenboog me tot een lama? Ik heb hier zoveel zin in. Heb jij hier net zoveel zin in? Knal dan die duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren voor heel veel Nintendo video's. Daar gaan we. Dit is mijn wereld. En ik ben natuurlijk het lopende bosje. Dit blijft gewoon mijn favoriete skin in Fortnite. I love her. Of hem, I don't know. What up, Bright Bomber? Waar ben ik? Wie ben jij? Waar zijn we? Het is hier gevaarlijk. We moeten ons voorbereiden. We moeten hout en graniet verzamelen. Hoppakee, geef mij dit houtje. En ik pak ook gelijk de raspberries. Dan kunnen we gelijk eten. Oh, jij loopt gewoon gezellig met mij mee. Oh, oké. Ik moet een kampvuur maken. Oh, daar heb ik nog één hout voor nodig. Oh, jullie weten hoe slecht ik ben in Minecraft en dat soort games, hè? Ik ben benieuwd of het goed gaat komen. Kijk, hier is hout. Oké, cool. Nu heb ik in ieder geval genoeg hout. Zijn dit pompoenen? Oh, lekker, man. Kijk, ik heb blijkbaar ook gewoon honger, hè? Hoppakee. Oh, rechts onderin zie je wat ik kan eten. Hier, ik ga even bessies eten, joh. Lekker. We moeten even een hutje bouwen. Daar hebben we 13 houtjes voor nodig. Nou, dan gaan we die eens even verzamelen, joh. Hey, hier leggen we nog één. It's corn. It's corn. It has juices. Oké, ik heb genoeg hout, jongens. Kijk, daar is mijn kampvuur. Gaan we hier bovenop gaan we huis bouwen. Nee, dat is langs de weg. Nee, we gaan hier een huis bouwen. Oh, ik heb hem al neergezet. Dat was niet eens de bedoeling, joh. Deze moeten we even draaien. Zo. Dan een achtermuurtje. Hartstikke idee. En dan nog een vloertje. Zo. Hoppa. Oké. Nu moeten we nog het dak maken. Ja, ja, ja. Ik ben professioneel hutten bouwen. Hier, dak erop. Hoppa. Ja, lekker, man. Lekker. Ben je blij, brommerbommer? Heb je een lama gezien? Nee. Oh, we moeten ook een werkbankje maken. Hé, maar hoe kom ik aan graniet dan, mevrouw? Kan ik gewoon deze stenen oppakken? Oh, oh, oh. Easy. Oké, gaan we even zoeken. Ga eens weg, jongens. Ga eens weg. Ik ben alleen maar stenen aan het verzamelen. Oké, jullie willen vechten met mij? Oké, laat maar. Ik kan niet vechten. Ik heb het te koud om te vechten. Oh nee, ik kan ook niet... Ah, ik kan niet stilstaan en eten tegelijk. Waar is mijn kampvuur? Ik ga nu al kapot. Bomber, kom me helpen. Ik ben hier. Bomber, kom maar helpen. Hoppa. Ja, lekker. Ik heb nog helemaal geen wapen. Dankjewel, Bomber. Ah, heldin. Oké, ik kan een werkbank maken. Die gaan we even in mijn huis zetten. Kijk, nu kan ik een bel en een pickaxe maken. En fakkels. Die hebben we ook nodig. Kijk, daar glimt wat. Wat ligt daar? Daar ligt iets. Volgens mij is het... Oh, het is wol. Nee, er is een schaap gesloopt. Ga nou eens weg, joh. Jou kan ik hebben, hè. Spin. Oh, dacht ik. Spin. Hier, kom dan. Lekker voor je. Oké, laten we eerst even een bel maken. Dan kan ik mezelf verdedigen. Bomber zegt, denk je dat we de enige zijn die hier geland zijn? We moeten een dorpsplein bouwen om vrienden te maken. Ja, is goed. Maar ik ga eerst even eten, man. Daar hebben we 10 hout en 7 graniet voor nodig. Oh, wat is dit? Wat is dat? Wat is dat? Ik wil dit. Wat is dit? Hallo? Ik wil deze regenboogvlieg vangen. Waar leid je mij naartoe? Is er een schat of zo? Oh my gosh, ik ga helemaal... Ik loop helemaal weg nu van waar mijn kampvuurtje is en mijn huisje. Wil niet dat ik daar naartoe ga? Naar dat andere huisje daar? Ik denk het. Oh, wacht even. Oh, wacht even. Jongen, kom dan. Kom hier. Maak je kapot. Ik denk dat ik je niet kapot maak. Hij leidt me naar de lama, denk ik. Ga weg, wolf. Ga weg. Ik heb deze lama nodig. Oh, misschien moest ik hem alleen niet slaan. Hij wilde volgens mij met mij praten. Er zijn er 3 wolven. Ja, ik durf nou niet meer naar die lama, jongen. Laat me zitten. Oké, maar ik heb hier wel een ander huis gevonden. Hallo? Wat is dit allemaal, joh? Wat gebeurt er? Oh my god, er is nog... Auw! Doe eens rustig. Waarom wil iedereen mij aanvallen? Dat is niet oké. Dat is echt niet oké. Ik weet niet wat dit is. Maar ik wil dit meenemen. Of ik wil hem aanvallen. Oh, dat is een bom. Oké, dat had ik eerder moeten weten. Ik denk dat ik nog heel even gewoon bij mijn eigen huisje in de buurt moet blijven. Want hier ga ik sowieso dood als ik hier te lang blijf. Alleen, ik wil misschien wel even hout hakken. Dan heb ik wel in één keer heel veel hout. Ik wil dit. Ik wil dit. Ja, kijk. Volgens mij kon ik net praten met die lama, maar toen begon ik op hem in te slaan. Oké, ik ben verdwaald. Ooit zal ik een nieuwe lama vinden. Oké, jongens. Ik kan een dorpsplein maken. Let's go. Natuurlijk gaan we voor geel. En het icoontje is gewoon een huisje. Let's go. Yay. We
We hebben een dorpplein. Oké, nu moeten we bedden maken. Jeetje, wat heb ik daar weer veel hout voor nodig. Maar gelukkig kan ik nu bomen gaan kappen. Wat ziek idee. Oké, dit duurt wel lang. Ik dacht dat die al klaar zou zijn. Maar oké, we hebben veel hout gevonden. Ik wil eigenlijk hier gewoon naast mijn werkbank een bed maken. Dat hebben we gewoon alles in één. Hoppa. Assigned to bed. Ja, dit is mijn bed. Lekker slapen, vriendje. Hallo. Dat is mijn bed, hè? We kunnen nu even iemand uitnodigen voor ons dorpje. Oké, doen we dat hier? Ik denk het wel. Kijk, zij loopt zo naar dit ding toe. Ik denk dat we dat hier moeten doen. Of zou ik zelf iemand moeten gaan vinden? Dan moet ik denk ik ook nog meer huizen bouwen, of niet? Kijk, we kunnen hier ook een dubbelhuis bouwen. Dat is vet. Die wil ik. Ik vind dit echt nu al leuk, hè? Bouwt echt super makkelijk dit trouwens allemaal. Dat is echt nice. Eindelijk een survival game die ik ook kan. Hier, ik loop gewoon met het dingetje zo eromheen. En dan klikt het vanzelf vast aan de punten waaraan het moet zitten. Het gaat echt super makkelijk allemaal. Hé, er komt even iemand aangelopen. What up, Sparkpluk? Als je het leuk vindt om dingen te bouwen, dan ben ik hier om te helpen. Cool. Ja, dat is goed hoor. Kom maar hier wonen. Je bent de eerste die hier aankomt lopen. Dus van mij mag je hier wonen hoor, Sparkpluk. Oh, ik moet nog even een bed voor je fixen. Oké, is cool. Ik ga proberen om heel snel een bed voor jou te regelen. Dan moet ik even iets meer hout hebben, want ik moet eerst het huis hier ook nog afbouwen. Hotseflots. Top. Oh nee. Oh, mijn bel is kapot. Eerst maar weer even een bel maken dan. Zo, dan kan ik nu mijn huis even afbouwen. Want we moesten nogal dingen voor het dak ook maken. Zo. Kijk, en dan is die compleet. Lekker. En dan ga ik hier ook snel even een bedje inzetten. Wat ziek idee. Doen we er gewoon gelijk nog één. Hier, kom je nu in mijn dorp wonen? Yay! Dat is vet. Dat is leuk. What up, Bright Bomber? Een nieuwe vriend is ons gejoined. Ze vraagt zich af of we dingen kunnen doen om ons stadje te upgraden. Nou, ben ik ook wel benieuwd naar. Even kijken. Village upgrades. Ja, zo te zien moet ik nog meer graniet en hout verzamelen of zo. Nou, dan gaan we dat maar even doen. Oh, kijk. Sparkpluk, die wil ook een baan. Nou, oké, is goed. Heb ik nu een baan voor jou? Je hebt ook een zwaard bij je, hè? Vet. Dan kan jij mij beschermen. Kom, we gaan samen. Yay! We gaan samen op tour. Ik heb trouwens wel honger, dus ik moet even een pumpkintje eten, hoor. Zo, hoppakee. Volgens mij gaat het nou weer goed. Oké, dan ga ik materials verzamelen en dan kun jij mij beschermen. Ik bedoel, het is wel nacht, dus hier zijn allemaal skeletten. Kom op, pumpkin, we gaan vechten. Hats, huts, hoppakee. Maak ze kapot. Lekker. Oké, we kunnen ze hebben, hoor. Kijk, hij wil me eigenlijk helpen. Zie je? Hij staat er zo van, ik wil je helpen. Maar nee, dat is goed. Als jij gewoon even die vijanden nacht voor mij... Dan doe ik bomen hakken. Dan zijn we gewoon een goed team, joh. We moeten wel oppassen. Er komt bijna een wolf aan. Ik ben wel een beetje bang voor die wolven, als ik heel eerlijk ben. Oké, we gaan weer terug naar het dorp. Ik heb een nieuwe bijl nodig. Ik kan ook gelijk een pickaxe maken, hè? Dan kunnen we ook gewoon die stenen, grote stenen kapot slaan. Kijk, ik denk dat we met een pickaxe gewoon deze grote stenen kapot kunnen maken voor heel veel graniet. Let's go. Oh, jij hebt ook een pickaxe. Oh, dat is top. Dat is top, jongen. Dan kun je me daar wel mee helpen. Oké, soepel. Kijk, deze heeft hij dus alleen niet. Dus hier kan hij me niet mee helpen. Maar is goed, joh. Dan doe ik dit wel alleen. Oh, kijk, nu staat er rechtsbovenin ook upgrade available. Dus ik kan nu hier naartoe. En nu kan ik dus mijn dorp inderdaad gaan upgraden, omdat ik voldoende materialen heb. En nu is mijn dorp level 2. Oké, daar komt mijn vriendin aanlopen hoor. Bright Bomber. Wow, dit dorp ziet er echt goed uit. Misschien komen er wel nog meer coole vrienden. Als je miauw's, kools wil aantrekken, dan heb je veel meubels nodig waar ze op kunnen zitten. Oh, dat zijn katten? Oh ja, natuurlijk wil ik een kat. Come on. Kijk, Sparkpluk die wil graag ook wat vrienden uitnodigen. Ja, is goed. Is goed, nodig maar wat vrienden uit hoor. Oh, dit is ook wel handig, een mapmarker. Dan kan ik altijd vinden waar mijn dorp is. Hier, die zet ik gewoon even wel naast mijn eigen huis zo. Hoe krijg ik een kat in mijn dorp? Laat het weten in de reacties. Doe een duimpje omhoog, abonneer en laat weten of ik hiermee door wil gaan. Ik vind het in ieder geval hartstikke leuk. Lego en Fortnite. Mazzel!